Hi Steenbok, leuk je kijkt in de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 53. Dat is van maandag 28 december tot en met zondag 3 januari. Dus dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de Steenbok gaat brengen. Dan lijkt het Steenbok alsof deze week een week is waarin er eigenlijk best wel wat actie is. Ik heb wel het gevoel dat je hier en daar het gevoel hebt dat je tegengewerkt wordt. Maar goed, hier laat je het helemaal niet bij zitten, want je gaat gewoon volop in de actie. Je gaat er echt helemaal tegenaan. En ik heb het gevoel dat je van alles voor elkaar gaat krijgen wat je ook maar voor elkaar wilt gaan krijgen. Je bent heel bevlogen deze week en ik heb het idee dat je daar ook de mensen in mee wil nemen. En ook dat stukje tegenwerking, dat voel je wel, maar je doet er gewoon niet zoveel mee. Je hebt zoiets van, nou, dan vind ik wel een andere weg eromheen. Hè? Dus je bent heel creatief en er is ook heel veel gezelligheid. Er ligt ook een kaart van, die ik altijd noemde, levensverliefdheid. Hè? Dus je lijkt deze week ook echt verliefd te zijn op alles wat je doet en op iedereen die je ziet. Zonder dat je daar natuurlijk te veel gekke dingen mee gaat doen. Maar het is vooral het stukje van, je kunt intens genieten. En ik heb het idee dat de mensen dat ook heel erg kunnen waarderen die natuurlijk om je heen zitten. En dat lijkt gewoon echt ervoor gaan zorgen dat het een hele productieve, maar ook een hele gezellige week gaat worden. Dit was een hele korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne jaarwisseling.